viel in mijn leven. En dat was dus te wijten aan het gemis van mijn vader. Mijn vader overleed voor mijn geboorte. En mijn moeder heeft dat verdriet verstopt, altijd. En ineens had ik een huidziekte. Toen kwam ik bij... Ja. Dat isoleerde je ook, hè? Precies. Toen kwam ik bij Gerard Croiset, heel bekend, terecht. En die vertelde mij dus dat ik bepaalde gaven had. En het leuke van alles was, mijn handen, die waren dus vrij. En één oorlelletje. En de rest was dus een en al, ja, korsten. En niet om aan te zien. En die vertelde mij dat. En toen dacht ik, ja, ik hoorde alleen maar gaaf in plaats van begaafd. Ja. Dus je wilde alleen maar gaaf eruit zien. Goed, op een gegeven moment kwam ik daarvan af. Ja, toen dacht ik, wat moet ik daarmee? Toen ben ik weer gaan dansen, uiteraard. En opeens in een balletklas ging een meisje door de rug heen. Toen dacht ik, ja, wat moet ik daarmee? Ineens voelde ik onzichtbare handen, die duwden mij naar dat meisje toe. En ik legde mijn hand op die rug en het meisje kon weer dansen. En van het een kwam het ander, toen heel voorzichtig, bij ouders van leerlingen. En ja, toen kwam het in de pers terecht. En dan gaat het een eigen leven leiden. Ja, precies. Jumanda schakelt tussen hemel en aarde. Wat is jouw goddelijke wereld, Jumanda? Want je bent een schakel, hè? Ja. Je zegt, ik ben het niet zelf, ik word gestuurd van boven. Klopt, ja. Nou, mijn geloof is eigenlijk het geloof in een leven na dit leven. En voor mijn gevoel en mijn weten eigenlijk is dat ook het enige geloof. Men komt dus weer in een andere wereld terecht. En vanuit die wereld word ik geholpen. En moet je daar, als je naar jou toe gaat, ook in geloven? Helemaal niet. Nee, ook alle geloven zijn welkom. Dus of men nu katholiek is, protestant, jood, moslim en ook atheïsten, die mogen binnenkomen. Want ik vind dus dat ieder mens als het ware gelijk is. En men is dus verbonden aan een en dezelfde liefdes- en lichtbron. Mm-hmm. En hoe men die liefdesbron noemt, mag men zelf weten. Je hebt healings in Tiel op dinsdag, op donderdag en op zondag. En twee keer op zondag. En twee keer op dinsdag ook. Ja. En twee keer op dinsdag ook. Eén keer op donderdag. We gaan eens even kijken hoe het daartoe gaat. Oké. Twee dochtertjes met een cerebrale stoornis. Ik ben zelf ontzettend ziek geweest en ik ben hier ontzettend opgeknapt. Zonder had ik het niet gered. Ik denk zelf wel dat er een paranormale component bestaat. Wel degelijk. Ja. Maar ja, in hoeverre je dat ook met suggestie doet. Maar ik kwam ook een keer mee met iemand 3 jaar geleden. Ik geloofde het eigenlijk ook niet zo. En ik heb hem meteen het eerste uur dat ik er zat, is er al iets met me gebeurd. Prompt op de bank, en prompt die rug, waar ik dus echt jaren ontzettend last van heb gehad. Dus ja, ik kan het ook niet verklaren. Het gebeurt. Ik zou zeggen, ik heb 85% minder pijn. En of het nou suggestie is of niet, of het nou waar is of niet waar is, als ik mijn pijn maar kwijt ben. Goedemorgen allemaal, welkom hier in Tiel. Ik wil u vragen om elkaar de hand te geven. We are all together.
dames en heren, u mag de ogen sluiten. En u kunt voelen vrede en geluk. Wat gebeurt er nou met al die mensen? Nou, de eerste tonen van jouw liedje klinken en meteen gebeurt er van alles in die zaal. Ja, men voelt dan ook de positieve energieën. Die komen dan ook gelijk met mij eigenlijk binnen. Dus in feite, ik noem het de goddelijke wereld, is dan aanwezig. Ik zat al op de tribune te kijken. Volgens mij gebeurde daar ook al wat. Meteen mensen die er onmiddellijk op reageren. Ja. Ja. En als je de mensen dan uit de zaal gaat uitzoeken, dan doe jij dat niet zelf. Nee, dat gebeurt ook via mij. Ik weet ook helemaal niet wie ik op dat moment uit mag nodigen. Dat gebeurt. En ik weet ook dat het juist is, want als men op de tafel plaats mag nemen, kan ik soms dingen zien, ik kan dus waarnemen. Maar dat zijn hele kleine flitsen, dus als er inderdaad spirituele operaties mogen plaatsvinden, ja, is dat fantastisch om te zien. Ik heb altijd nog één wens, dat het hele publiek één seconde zou kunnen zien wat daar zich af zou spelen. Dan zou ook alle twijfel zou gelijk weg zijn. Ja, je zegt ook straks dat er allemaal witte figuurtjes op iemand afgaan. Ja. Jij zegt, en ik heb wel eens gehoord van een medium die werkt met behulp van één chirurg. Ja. Jij zegt dat er bij jou in de hal in Tiel honderden om je heen zitten. Inderdaad, ja. Ja. Er zijn ook mensen die helderziende zijn en dus dat niet aankunnen. En ook tegen mij gezegd hebben, ja, wat ik bij jou om jou heen zie is zoveel licht. En wat er allemaal in de zaal is, daar kan ik helemaal niet tegen. Dat is gewoon te veel voor mij. Dus die mensen zijn ook overgevoelig door hun helderziendheid. En die kunnen dan ook niet aanwezig zijn. Welke artsen zitten daar bijvoorbeeld bij? Simon Weiss. Dat is van de kraamvrouwenkoorts. Ja, klopt, ja. En Florence Nightingale loopt daar dus ook. Die loopt er ook rond. Ja, die loopt ook af en toe rond, ja. Ja. En ze is helemaal niet eng, hoor. Het zijn hele hoge afgestemde wezens, ja. Wat is dat ingestraalde water, Jomanda, waar ik al die mensen mee zie lopen? Ja, nou, dat is eigenlijk gewoon water. En ik mag het dan instralen, ook vanuit de goddelijke wereld. Dus ik leg daar positieve energie in. En wat doen ze ermee? En dat is energie die genezend werkt. En men kan daar alles mee doen. Men kan daar mee experimenteren ook. Dieren geven ze te drinken, planten. Dan kan je ermee wassen, ja, je kan ook, het drinken? Ja, alles. Twee slokjes 's morgens en twee slokjes 's avonds zuivert het lichaam. Dan dus compressies op zieke plekken, huidaandoeningen, deppen. Ja, van alles. Oogklachten, oorklachten. De mensen vinden het heel gezellig. Ja, die gaan, gelukkig sommigen maken zo'n sessie twee keer mee op zondag. Ja. Ik denk dat 2/3 van jouw bezoekers regelmatig terugkomt. Heb ik even snel in zitten schatten. Misschien 1/3, hoor. Maar er zijn dus, ik ben heel blij dat er heel veel nieuwe mensen komen altijd. Het is ook een vorm dat men weet dat het geen secte is. Hè? Want soms denkt men dat het wel is, maar dat is het niet. Nee, ze hebben het heel gezellig. Ja, het is gewoon heel fijn. Eten en drinken, dagje uit. Ja, precies. Men mag zichzelf zijn. En dat is eigenlijk ook een hele belangrijke boodschap. Ik dacht, toen ik al die mensen zag, misschien is het wel een soort alternatief voor de kerk waar heel veel mensen niet meer naartoe gaan. Nou, ik denk ook wel dat je gelijk in hebt, hoor, daar. Ja, want ik hoor dat vaker van mensen. Van, ze voelen dus, of ze mogen eigenlijk ervaren dat er iets meer is, dat er een hogere macht is en dat er ook hele mooie dingen kunnen gebeuren. Eigenlijk, hetgeen waar ze zelf in geloven, zien ze dan ook gebeuren. Alleen, men mag hun eigen geloof mogen ze dus bewaren. Dus niet alleen volwassen mensen, ook kinderen, kinderen en ook alles. Dieren, hè? Honderden poezen genomen. Ja. We hebben het allemaal gefilmd daar in Tiel. U zit vast. Oh, u zit al vast. Ja, nou, dan wacht u even tot u loskomt. Wat zegt u? Nee, u mag niemand in de plaats. Dus als u, ja, u komt zo los, er komen zo prikkeltjes in uw benen. Dus als u uitnodigt, zie je wel, dan kun je los. Ja, misschien dat ze u op de tafel weer vastleggen. Ja, kom maar. Als u vast komt te zitten en u bent voor de eerste keer, niet in paniek raken. U komt altijd weer los, uiteraard. We laten u hier niet overnachten in de hal. Dus alles komt best weer goed. Ook als uw handen vast zijn op schoot of uw mond dicht. Dat heeft uiteraard met een behandeling te maken die op dat moment op die manier mogelijk is voor u. Mevrouw in narcose is aangeraakt, hoor ik. Ja, ik stuur even hulp. Komen nu een paar witte wezens naar u toe. Dus de pijn gaat zo weg. De handoplegging mag naar de dieren of de mensen die dus aanwezig zijn namens een ziek dier. Zo. En wat voelt u op dit moment? Wat mooi, je bent voor de eerste keer en dan mag de chauffeur al op tafel. Dus u kreeg gelijk een innerlijke rust. En voelt eerst een diepe emotie. Ik kan niet zo goed hebben omdat ik het
syndroom. Aha, u kunt niet goed huilen door bepaalde zaken. En dus die emotie, die kwam al los. Hoeft niet te vechten, hè? Wat los mag komen, daar komen ze wel door, hoor, vandaag. Heerlijk, hè? En twee thuis, ja. Twee. Jij mag wat vertellen. Jij bent erg ziek geweest. Een armbandje en kaartjes gehad. En via de foto op schoot ben je helemaal opgeknapt. Nou, en nou mag je een keertje mee. En dat is leuk, hè? Dan kan je het ook eens zien, hè? Nou, de volgende handoplegging die mag gaan naar de mensen die geboren zijn in de maand maart. Dus bent u in maart geboren of bent u aanwezig voor iemand die in maart geboren is? Mag u ook komen, voorzichtig voor de mensen die een narcose hebben, die ergens zitten of liggen. Raakt u nogmaals die mensen niet aan. Dus laat iedereen in zijn of haar waarde. Ik zou in een rolstoel komen, ik zou aan de zuurstof komen. En ik heb inderdaad met zuurstof hebben ze me weggebracht, half dood. Maar wat had u? Een emfyseem heb ik en ik kreeg er een longembolie overheen. Ik rookte ontzettend veel. Ik dronk vreselijk veel koffie, 50, 60 koppen op een dag. En niks meer, geen koffie. U bent naar je man gegaan? Ik ben niet naar daartoe gegaan, ik heb medaillons besteld. En die kreeg ik in het ziekenhuis en vanaf dat ik die kreeg, knapte ik op. En ze geloven me niet, hoor. Mijn kinderen geloven het nog niet. Nee, die geloven het nog niet. Gekke stad, ze vinden het zo vreemd. En ja, nou ja, ik word steeds een stukje beter en ik kan het gewoon niet laten om hier naartoe te gaan, want ik voel me hier heerlijk. Ja. Ik heb 3 jaar in de rolstoel gezeten en ik heb bij elkaar 11,5 jaar aan deze kant zo goed als verlamd geweest. En verleden week was ik genezen. Zo. Gefeliciteerd. Echt waar? Gefeliciteerd. Ja, echt waar. U hebt al die jaren in de rolstoel nou gezeten? Nou ja, vanaf 52. Ik heb 3 jaar in de rolstoel gezeten. En 8 jaar had ik maar 10% kracht aan deze kant. Ja. En 's morgens uit bed, nou ja, dan moest ik zo een beetje op gang komen. En ik ben hier verleden week zondag voor de eerst geweest. En toen kreeg ik, ja, toen kreeg ik tinteling in mijn been. En hier vandaan tot hier, dat hebben ze vroeger een gebroken nek gehad. En een auto-ongeluk hebben ze me aangereden. En de pijn, na 20 minuten was de pijn weg en dan kon ik zo naar mijn auto lopen hier achter. MS. En ik kom hier al 3 jaar en ik heb helemaal niet kunnen lopen. En ik ben uit de rolstoel en ik kan lopen. Door jou? Door Tineke, ja. Maar jij bent de eerste keer dat Jomanda bij u kwam op de televisie. En toen dacht u? Ik ga naar Jomanda toe. Ja. En vanaf die tijd kom ik hier en ik kan lopen. Wat fantastisch. De dokter staat ook versteld. We kunnen allemaal verstaan. Je kunt ook rustig wakker worden en ook rustig na een laag teruggaan. Ja, hij heeft zenuwen in zijn benen. Deze mevrouw, ik mag wel een keuze. En jij? Ik ben geestelijk in de war. En de hond ook. Dus. Maar jullie lagen alle twee in narcose? Ja, dat kan wel. Weet ik niet. Dan waren voor degene die met mij bezig zijn.
Ja, dat is een heel leuk overzicht. Dankbaar voor degene die met mij bezig zijn. Hè? Dat is inderdaad, het zijn er vier op dit moment. Ja, heerlijk, hè? Nou, geniet ervan, ja. Ik kan niet persoonlijk voor mij, maar ik wel voor mijn vriend. Ik kan niet voor mezelf, maar toch voor... Ja, nu voel je in dat in de eerste plaats voor mijn vriend. Ja. Ja, en nou zeg je net, je kunt je been... Nu kan ik mijn been... En dat kon je niet. Oh nee, ik kon dat niet. Als ik mijn ogen doe, viel mijn been altijd plat. Ja, en honderden keren moet ik doen in de kliniek, hè. Ja. En ze dan kan ik mijn benen allebei naar omhoog. Ja, ik weet niet hoe het van te horen was, dus... Wat gebeurde er nou met je? Van alles. Ja? Ik denk aan mijn nek, aan mijn buik. Ik werd denk overal aangeholpen. Het is onvoorstelbaar. Dus ja, ik ben nu voor de vijfde keer geweest. En de eerste keer heb ik ook een operatie gehad boven mijn enkel. Ja, nou dit. En wat er allemaal met me gebeurt, ik weet het niet. Ik ben nu alleen heel erg moe. Je bent een heel ander kind geweest. Je hebt gerend met je ogen dicht. Je hebt gehuild, je hebt gestampvoet, je hebt... Weet je dat allemaal? Ja, ik weet het wel. Ja. Het is ontlading. Een en al ontladen. En wat betekent het dan? Nou, het rennen is om je eerst jezelf los te maken, zodat je kan ontladen. En het zit allemaal dicht en het moet eruit. En dan ga je rennen. Of je maar gaat... wat moet er allemaal uit dan? Ja, pijn, verdriet, kwaadheid. Van jezelf? Dit keer voor haar. Vanochtend was het voor mezelf. Even een kleine pauze, hè, voor de schakel. En twee van deze healings heb je op één dag. Je zit met verbijstering naar deze beelden te kijken. Want ja, want ik het zijn verhalen die je zelf niet eens kent. Nee, ik hoor niet alles natuurlijk. Dus het is heel voor mij ook altijd weer verrassend wat de mensen vertellen. Ja. Wat mijzelf intrigeert is... Zij van boven dus, ja, zijn artsen die 150 jaar geleden gestorven, ja, zijn. Kan... Hebben die niet verouderde methodes? Want ze worden altijd geopereerd vanuit hun nek en dat ligt te schudden en te doen allemaal. Nou, ze hebben ook wel, denk ik, zo voor onze begrippen ook wel moderne methodes. Want er gebeuren ook wel operaties die eigenlijk, ja, ook aan de littekens zichtbaar. Dus gewoon zo zijn zoals ze nu hier op aarde ook gebeuren. Ja, ja. Ik heb een keer een brief gekregen van een meisje. Ja. Dat na afloop van een spirituele operatie bij jou en Tiel wel degelijk littekens had. Ja, ja, klopt. En ook foto's heeft, ja, laten, ja, zien. Maar die zijn er, gelukkig wel, ja. En dat is voor de jou ook een bewijs. Die zijn natuurlijk, ja, heel belangrijk, ja. Nou zijn het, jouw bezoekers komen uit alle lagen van de bevolking. Ja. Ze hebben niet alleen lichamelijke klachten, maar ook heel veel geestelijke klachten. Ja. En wat ik in de loop der jaren ook heb ontdekt bij jou, en die brieven heb ik namelijk allemaal gekregen, van incestslachtoffers. Ja, klopt. Hoe werk je daarmee? Nou, dat is heel verschillend. Ik heb daar eerst speciale healingen voor gegeven. En op een gegeven moment dacht ik, ja, men kon leren vergeven, wat natuurlijk heel belangrijk is. Ja, dat is misschien wel het, ja, allerbelangrijkste. Toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, er moeten toch andere dingen mee gebeuren. Er zijn ook mensen die een bepaalde geestelijke mishandeling hebben en ook incestslachtoffers, die dus een soort begeleiding nodig hebben. Ja. En toen hebben wij dus een initiatief genomen om een Jomanda-huis te stichten. Het eerste is dus op dit moment eigenlijk aan het lopen. Ja. Er zijn maar een paar mensen nog in, maar goed, dat... Dat is een Tiel? Ja, dat is een Tiel, ja. Dat, ja, betaal je van de stichting? Ja. Van de opbrengsten van de toegangskaartjes? Ja. De toegang is dus duidelijk, ja, voor goede doelen. Ja. En voor de onkosten van de hal en het drukwerk uiteraard, ja. Toegang is een tientje. Ja. En je hebt een Jomanda-huis. En wat, ja, wat doe je dan met die slachtoffers? Nou, zij bezoeken dus ook de healings, uiteraard. En ja, zij mogen daar wonen. Plus ook weer opnieuw in de maatschappij worden ze geholpen. Ja. Ze kunnen ook weer op zichzelf vertrouwen. En ze staan dan tijdelijk ingeschreven en dan krijgen ze ook weer een eigen huis. Op het moment is er één meisje die dus een eigen woning heeft gekregen. En die kan al heel goed voor zichzelf zorgen. Hoe lang, ja, mogen ze daar blijven? Nou, eigenlijk is de bedoeling kort. Maar soms kun je natuurlijk niet helemaal bepalen hoe lang iets gaat duren. Want hoe lang één het heeft duurt natuurlijk, voordat iemand, ja, in de maatschappij weer staat. Maar we hopen dus eigenlijk maximaal zeg maar 8, 9 maanden. Misschien dus een jaar. Maar dan hopen we toch dat die persoon dan echt weer op zichzelf kan zijn. Ja. Nou, meer wat Jomanda met de stichting en het geld doet. Zo direct na de reclame, want dan gaan we naar Kroatië. Dus blijf kijken.
praten met Jomanda, genezend medium. We hebben straks de beelden gezien van de grote hal in Tiel, waar wekelijks duizenden mensen komen. Ik wilde even het hebben over het zakelijke gedeelte. Jouw echtgenoot, Sjaak Onderwater, die zei eens een keer tegen mij, is journalist, dat hij een aantal jaren geleden over allerlei paranormale zaken artikelen schreef en daar geen hoge pet van op had, tot hij bij jou terechtkwam en in de hoek van jouw praktijkruimte een busje vond waar de goede gaven ingestopt konden worden. Terwijl die, al die andere mensen die hij had bezocht gigantische bedragen moesten dat betalen. Klopt, ja. En dat was het eerste waar hij op viel bij jou. Ja, ja. Goed. Daarna is er waarschijnlijk wel meer gebeurd, want jullie zijn getrouwd. Maar hij heeft het zakelijk voor jou aangepakt. Ja, klopt. Daardoor is die prachtige hal er in Tiel gekomen. Die is aangekleed. Ik weet van mensen die een aantal jaren geleden daar in de tochten, in de gierende storm, op zo'n tafel hebben gelegen. Je ligt er nou lekker warm. Ik denk dat je je kan er een tartje kopen. Ja. Je kan er boeken kopen. Ja. Het is te rustig. Dat is aan Sjaak te danken. Absoluut. Maar die krijgt natuurlijk ook meteen de negatieve mensen op zijn nek. Ja. Die roepen, oh, maar wat daar binnenkomt. Ja, 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 ja. Nou, gelukkig hebben wij nog nooit één tientje gehad van de entree. Omdat het ook niet de bedoeling is. De stichting is dus als doel helpen van mensen uiteraard. Maar ook financiële noodtoestanden. En dan kom je natuurlijk alles tegen, vooral tegenwoordig. En natuurlijk ook de onkosten die dus de hal met zich meebrengen, wat enorm is. Ja. Maar dat is ook te zien uiteraard, dat weet iedereen. Maar wij leven van giften, ja, en dat blijf ik ook altijd doen. En al die mensen die in die blauwe truien rondlopen, dat zijn vrijwilligers? Ja, de meeste mensen zijn ook uit dankbaarheid gebleven. Ja. En dan ook die mensen die hebben vaak ook een genezing mogen ervaren, ja. Dus en zo betaald personeel heb je ook niet zo ontzettend veel? Nee, helemaal niet. Nee. Wat doen jullie met het geld? We hebben het straks gehad al over het Jomanda-huis, waar je er eigenlijk een paar van wil hebben. Ja. Voornamelijk voor incestslachtoffers. Mm-hmm. En hoe zit het met Kroatië? Nou, daar hebben we dus een aantal transporten gesponsord. Ook hebben we dus spulletjes opgekocht eigenlijk. Dus spullen naar het front zijn gegaan, incontinentiemateriaal. Allerlei dingen die noodzakelijk zijn daar, hebben we dus daar naartoe gebracht. Hoe kwam je in Kroatië? Nou, dat was eigenlijk heel spontaan is dat gebeurd. In Tiel is ook een soort stichting in verband met Kroatië. En daar hebben wij dus medaillonnetjes aan meegegeven en kaartjes. En daar gebeurden nogal bepaalde dingen mee. En toen kreeg ik een soort oorkonde. Eigenlijk heel onverwachts. En toen kwamen we ook een mevrouw tegen. Die mevrouw die vertelde dat ze daar geen onderbroeken hadden. En toen dachten wij, ja, dan gaan we een onderbroekenactie starten. En dan hebben we dus 15.000 onderbroeken dus verzameld vanuit de hal in Tiel. Ja. En ook die zijn dus naar Kroatië. En uiteraard financiële hulp. En zo waren wij vorige week in Kroatië met z'n tweeën. En toen ik er naartoe ging, toen dacht ik, wat ga ik daar in hemelsnaam doen? En toen ik er was, toen dacht ik, dat moet voor jou fantastisch zijn om te zien waar de spullen naartoe gaan. Absoluut. En wat je aan kan. Ja, en ook de dankbaarheid dat je dus geloofd wordt. En dat men dus ook blij is dat je komt. Dus men vraagt ook of ik dan wil komen. En daar ga ik uiteraard op in. Ons eerste bezoek was aan een kinderthuis in Split. Ja. Waar ik in het kielzog van Jomanda liep kaartjes uit te delen. Ja. Ja, het is een fascinerend verhaal. De vrouwelijke arts die we straks zullen zien vertelde ons dat na het begin van de oorlog al zij bericht kreeg dat er op 67 kilometer afstand van Split een kindertehuis was met allemaal zwaar geestelijk gehandicapte jongens en meisjes die in de steek gelaten waren door het verzorgend personeel. Al 14 dagen. Er was geen water, er was geen eten. Iedereen was weg. En deze kinderarts kreeg het bericht. Ze wist niet eens dat er in haar land, want dat vertelde het communistische systeem niet, zulke mensen rondliepen. Ze kwam daar, er waren al kinderen dood. En ze kreeg de opdracht om binnen een dag al die mensen op te halen. Anders zou ze dood zijn. Molly. Postoji sada neka viša instanca gdje se ide postoji neki veći sajam možda. Pa postoji sada porat u Zagrebu za jedno mjesec dana. Een zieltje is het belangrijkste. Hè? Lichaam is niet belangrijk. Nekog, Petri.
Word je nou blij? Je wordt nu blij. Hey. Ja. Hey. Ja, je kunt me niet verstaan, hè? Maar je wordt nu blij. En dan krijg ik het bewijs dat je blij wordt. Ja. Dan ben ik ook heel blij als jij blij wordt. Ja. Is heel goed voor jou, hè? Ja. Dat je zelf gelukkig mag zijn. Ja. Er is een plan, vertelde de arts ons, om al die kinderen weer onder te brengen in één park. Hè? Ja, ze heeft nu gebruik kunnen maken van een lege school en een leeg magazijn. En met de spullen van jou. Ja. Dan geef je zo'n ingestraald kaartje. En ik zie het ook voor mijn ogen gebeuren. Dat geeft rust. Ja, dat klopt. Ja. En die is dus ook gevuld met de positieve energie. En die is voor iedereen weer anders. Dus ieder persoon voelt zich daar anders bij. De een, daar komt een soort huilbui los. Maar daarna de rust. En de ander voelt direct de rust. Dus dat is heel verschillend. Ja. Maar ik... Ja, ik heb sinds ik jou ontmoet heb ik dus ook de kaartjes natuurlijk bij me. Ja. Maar ik begrijp nog steeds niet precies hoe het werkt. Nou, ik denk dat het ook niet uit te leggen is. Nee. Ik denk dat ook dat het gevoel moet zijn bij de mens zelf. De mens zelf heeft ook het verhaal daarachter. Omdat het bij iedereen gewoon anders werkt. Maar wat zeker is, is de positieve energie die voelbaar is. Ja. Ja. We zijn in Split geweest in het kinderterhuis. We zijn ook in Chiquenica. Ja, ik kan het ook niet uitspreken. Chiquenica. Een hele moeilijke naam. Beeldschone plaats aan de kust. Ja. Ik ben daar toch zo onder de indruk geweest, omdat het... zo schitterend is daar. Het is leeg. De bevolking is zo moedig. Ja. He, want iedereen zit te wachten op de toeristen. En de toeristen durven niet naar Kroatië. Dat klopt. We zijn ontvangen door de burgemeester. Ja. Met een tolk. Ja, inderdaad. Wie zaten er allemaal bij? Er zat, ik dacht, een meneer van het toeristenbureau bij met zijn vrouw. Ja, en dan een tolk. Ja. En dan bepaalde mensen van het gemeentebestuur, geloof ik. En die hadden allemaal zo'n ingestraald... Ja, die hadden allemaal een ingestraald kaartje. Ja. We zullen even laten zien waar we het over hebben, precies. Dit is Krijtsvenica, het prachtige dorp aan de Adriatische kust, zo'n 200 kilometer van Zagreb. Van de oorlog hebben de bewoners in dit gedeelte van Kroatië weinig gemerkt. Maar toch is het de nekslag geweest voor het toerisme. Krijtsvenica is nu veilig en het wachten is op de vakantieganger uit het westen. Ondanks hun eigen problemen hebben de dorpsbewoners duizenden vluchtelingen opgevangen en onderdak verleend. De meesten zijn weer terug naar hun land. Maar speciaal voor deze dappere mensen heeft Jomanda een healing gedaan. Power of the light and to feel the
Let us all hold hands and we'll get into the mood. Open up your mind, it's real and good. Zijn er al mensen die vastzitten op dit moment? Ima već nekoliko ne može više dignut ruke ili noge. Dus probeer even. Die mevrouw zit vast. Ja. Wat is daar gebeurd? Een narcose of zo? Dan kunnen dus zo kettingjes in de knoop komen te zitten. Er kunnen ringen verwisselen van de een naar de andere hand. Kako je rekla gospom se prsten preseli iz jedne na druge ruke ili da možda imate na privjesak neke znakove. Kom maar, jij mag op de tafel. Ja? Ova djevojka može na prvom stolu. Is hier iets voelbaar? Ja, en wat voelt zij? Warm. Warmte? In de maag. En in de maag. Jedino možete biti sretna za ovom gospođu, to znači da neke negativne, neke probleme sad izlaze iz nje. Samo ne možete ju dirati. Ja, goed zo, Therese. Adem maar diep door. Je kunt mij niet verstaan, maar je weet wat ik bedoel. Je ademt diep door, goed zo. Je kunt nu mijn taal verstaan in het Nederlands. Diep doorademen en rustig wakker worden. Je kunt je ogen rustig openen en je armen ontspannen. Je kunt je handen ontspannen langs je lichaam leggen. Ja, kom maar, je komt nu wakker. Ja, je wordt nu wakker. Kom maar. Goed zo. Nu kun je me niet meer verstaan, want ik praat nu je taal niet meer. Deze mevrouw kan me ook verstaan op dit moment in het Nederlands. Je kunt nu rustig loskomen. Dus rustig je ogen openen. Ja, kom maar. Anita, ik moet het zeggen tegen. Zij begrijpt het. Dat is een wonder. Dat is echt een wonder. Men verstaat gewoon mijn Nederlands onder narcose, ja. Dus ze doen precies wat ik zeg. Vraag eens hoe ze zich voelt. Hoe voel je? Het is allemaal slabbeltje, misschien. En ze is moe. Ja. Ze vindt de voeltrekker moe. Ze is de voeltrekker niet zo. Nee, dat is logisch. Maar ze weet dat er goede dingen gebeurd zijn. Dat is wel. Ja. Ja. Zeer goed. Zeer ver. Ja, en ze heeft Nederlands verstaan, trouwens. Ja, dat moet je even. Het gekke is dat de mensen dus absoluut niet wisten wat ze te wachten stond. Nee. Het is georganiseerd door twee Nederlandse vrouwen die daar wonen. Die alle twee met Kroatiërs getrouwd zijn en terug zijn gegaan naar het land om hun land te helpen. En via
bij Jomanda terecht zijn gekomen. Ja. Ook niet wisten in Tiel wat ze zagen. En dat probeerden dus te organiseren, wat overigens gelukt is, daar in Tripfenica. Bedankt ook Maggie en Ans, Anita, daar in die plek. Hè, want daar kunnen ze geen Ans zeggen voor jullie fantastische medewerking. Therese, de vrouw die je zag huilen, en daar moet ik even iets over vertellen. Huilen en lachen was de vrouw van de man van het toeristenbureau. 'S Middags had ze tegen mij gezegd, ik weet helemaal niet of ik kom, want ik geloof niet in dat soort zaken. Op het laatste moment rende ze binnen. Het liedje begint en ze zit zo vast als een huis. Vervolgens heeft ze hysterisch zitten huilen, daarna hysterisch zitten lachen. Die man heb ik, haar man, heb ik langs de kant vast moeten houden. Want die was absoluut van plan om erin te duiken, de politie te halen, om jou weg te laten halen. En wij hebben geroepen dat alles weer voor elkaar komt. Ja. Hoe weet je dat zo zeker? Ja, maar dat want toen weet ik haar zag daar, toen dacht ik, dat gaat niet goed. Nee, maar dat is gewoon zo. Dus niemand hoeft ooit bang te zijn. Het is gewoon goed. Ja. Maar, als ik in paniek ga raken, dan wordt het anders. En jij raakt dat niet gebeurt. In paniek? Nee hoor, echt niet. Nee, ik weet gewoon dat het goed is. Ja. Want ik ben na afloop, toen wij gingen eten, ben ik naast haar gaan zitten. Ik denk, ja, even in de gaten houden, ja, of dat een hysterica is of niet. Wel nee, werkende moeder van twee, ja, kinderen. Ik weet dat ze zei. En zonder hoofdpijn, want ja, dat, precies. Ze zat zo. Ja. En ik kan de hele wereld aan, zei ze, ja. Ja, haar eigen handen, dat was ook zo, ja. Haar eigen handen, die leidden, geloof ik, men gebruikte. Dus de energie gebruikte haar eigen handen om haar te helpen. En dat gaf het vertrouwen. En dat gebeurt ook in Tiel, dat mensen dus voelen, hé, hey, wat vreemd. Het is net of het via mijn eigen handen of benen of lichaam gaat. En dan is het vertrouwen daar. Ja. Je maakt op mij een onvermoeibare indruk. Twee healings in Tiel met een paar duizend mensen. Ja. Oh, en al die verhalen waar ik diep droevig van naar huis ga. Mm. Ook daar krijg ik de kracht voor. Echt waar? Ja, want je wordt er ook niet moe van. Kijk, volgende week is toevallig een marathon healing. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan op Hemelvaartsdag. En dat betekent dat ik van 9:00 tot 22:00... zonder eten, drinken. Ja, drinken af en toe wel. Maar zonder iets anders. Ook niet naar het toilet. Gewoon daar staat te werken, ja. Als ik het woord werken mag gebruiken. Ja. Ja. Het is dus duidelijk de energie die dus vanuit de kosmos komt. Ja. En waar ik op dat moment dus ook opteer eigenlijk. Ja. Dus mijn eigen energie wordt gewoon even apart gezet. Ben je wel eens van slag af? Nee, als medium niet. Nee, als mens denk ik wel. Dat zou heel normaal zijn. Of zou abnormaal zijn als dat niet zo zou zijn. Maar als medium niet, nee. Zou ook niet goed zijn. Ik heb je wel van slag af gezien. En het was in het vluchtelingenkamp. Ja, ja, ja. Waar we meegingen met Maggie en Ans, die dat georganiseerd hadden. Maggie, Ans, hoeveel mensen zitten hier nou in dit kamp? 262 vluchtelingen. Hoeveel hebben jullie er gehad? We hebben er meer als 10.000 gehad. 8.900 geregistreerden en duizenden niet geregistreerden. En waar kwamen ze vandaan? Eigenlijk uit heel het voormalig Joegoslavië, kun je het wel noemen. Je kan vanaf Vukovar tot aan Dubrovnik hebben we de vluchtelingen, kun je ze op een rare manier verwerkt. Ja. Het zijn Kroatiërs die in Bosnië woonden? Het zijn mensen, Kroaten die in Bosnië wonen. Het zijn Kroaten die uit Kroatië moesten vluchten. En alles kwijt zijn? Alles kwijt tot de laatste foto. Dat was een kleine verrassing. Nou, dat was heel moeilijk voor mij.
als ik dat al heb. Nou, zie je maar met je onderbroekenactie. Hè? Nou, prachtig. Al die vrouwen zijn aan het breien. Wat heb jij bewerkstelligd? We hebben het geprobeerd, maar we hadden geen breipennen. We vonden wel oude paraplu's weggegooid. Daar hebben we van de baleinen hebben we breinaalden gebreid. We hadden gemaakt. Ook geen rasp, want er moeten puntjes aan. Dat hebben we op de beton gedaan van Kroatië. Echt waar? Echt. En hoe kwamen jullie aan wol dan? Truien die eigenlijk niet meer te dragen waren, maar uitgehaald moesten worden, hebben we uitgehaald. De wol in de zee gewassen en zo zijn we opnieuw gaan breien. En zo hebben we de winter doorgeworsteld. Hallo? Hallo? Nou. Io breidt. Ah ja, want zij heeft ook dit aan. Zo. Ja, 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 dat is origineel. Zij zou zijn ze allemaal. Ja. Prachtig. Alleen omdat het mensen die dat proberen. Kunnen we er niet trots op zijn op zulke mensen die dit kunnen bewaren in zulke ellende? Een petje af voor zulke mensen. Altijd blijft er bij deze mensen hoop op vrede. En als er geen hoop is, is er niks meer. Dat is eigenlijk het nog het meest tragische. Je zit er in zo'n prachtig park aan de zee. Ja. Normaal gesproken moeten alle vakantiegangers in zo'n caravan. En de mensen hebben niks en ze kunnen ook nergens meer naartoe ook. Klopt, ja. Ik kan me voorstellen dat jij blij bent dat je het werk kan doen wat je doet. Hè? Heel dankbaar. Ja. Ja. Je hebt ook een radio-uitzending, zondagavond dat Radio klopt. Noordzee. Ja. Ik heb gehoord dat de mensen dan ook vastzitten in hun stoelen en ja, zo. Je hoeft wel wat te zeggen en ze zitten vast. Ja, dat is mogelijk, ja. Je hebt gisteren, is het ook weer volle bak geweest in Tiel. Ja. Heb je je vredesboodschap uitgedragen op de 5e mei? Er waren ook Kroaten aanwezig. Ja. Ja. Waarom is die vredesboodschap zo belangrijk voor je? Nou, ik denk dat eigenlijk als men morgen vriendelijk is voor elkaar, is er overmorgen vrede. Er is maar één boodschap. Mm. Gewoon lief zijn voor elkaar. Ik ga je zo naar de camera sturen. Ik wil nog één ding weten. Het wordt nooit meer Joke, hè? Het is altijd Jomanda. Ja, want Joke, als je dat in het Engels gaat vertellen, is het joke. Ja. En het is geen grapje wat ik mag doen. Oké, daar is je camera en daar is je publiek, Jomanda. De positieve energie die via mij als medium los mag komen, kan op dit moment naar u toegestuurd worden. Als er een negatieve energie in uw lichaam aanwezig is, en daar bedoelen wij mee een ziekte, een angst, een ander soort klacht of een negatieve gedachte. Als de positieve energie in aanraking komt met de negatieve energie, kan er een strijd komen tussen goed en kwaad. Uw lichaam kan gaan reageren. Bij iedereen is dat weer anders. De een kan warm worden, de ander koud. De ander kan gaan tintelen. En het kan ook zijn dat u vast komt te zitten met uw voeten aan de grond, uw handen op schoot of uw mond dicht. Geen angsten. Het zijn behandelingen. Alles is ten goede. Het kan ook zijn dat u zwarte ontlasting vindt.
misschien extra naar het toilet moet lopen in verband met de urine. Alleen blij zijn en dankbaar dat uw lichaam via de natuurlijke weg de negatieve stoffen laat verdwijnen. U hoeft niet te geloven, enkel te ondervinden. En laten we nog eenmaal deze boodschap heel goed in de oren knopen. Als we morgen allemaal aardig willen zijn voor elkaar, is er overmorgen vrede. Veel liefde, licht en kracht wens ik u toe. En ik wil de goddelijke wereld bij deze dank zeggen voor hetgeen heeft mogen gebeuren. Dit was Jomanda. Schakel tussen hemel en aarde, maar wel met de beide benen op de grond. Ik ga u een heel prettig weekend toewensen. Denk er nog even aan wat zij gezegd heeft. Er kan u niets gebeuren.